een intro te maken. Dus wat jullie hierna zien, dat is heel oud opgenomen. Dat is nog in mijn Ramadan-tijd opgenomen trouwens. Want ondertussen is het vandaag woensdag 3 mei, denk ik, of 4 mei. Woensdag. En Ramadan was afgelopen, dus de laatste was zondag 1 mei. En maandag 2 mei was suikerfeest. Dus ik heb mijn alle 30 dagen opgemaakt. In de naam van mijn zwager, die in februari is doodgegaan. Dus zijn zus had gevraagd om voor zijn rust en voor zijn. Voor zijn ziel, dus dat heb ik gedaan in zijn naam. En vandaar dat het dus heel raar zal lijken als ik zal zeggen in de vlog hierna dat het Ramadan is. Dan weten jullie dat. Dat is een oude opgenomen vlog. Maar ik moet daar dus nu echt een einde aan maken. Dus vandaar dat ik dit erbij zet. Liken mag, abonneren mag. Nu met de vlog. En daar zijn we weer. En het is vandaag zondag de 24e. Morgen gaat mijn zoon naar India, de oudste. Zijn vader even opzoeken en zijn vriendin is al daar. Haar ook opzoeken. En weer terug komen ze allemaal. Dus daarmee ook de hele tijd bezig geweest. Mijn balkon heb ik opgeknapt. Die ga ik er ook bij doen. Dus dat zal weer een andere omgeving zijn die jullie daarna zullen zien. En ik heb zo een tapijt gekocht van Action. Ik had al een witte. Die heb ik in de slaapkamer gebruikt. Maar deze is een donkergrijze. Die wil ik in de make-up kamer gebruiken. Als ik die erop bij heb, op heb gezet, zal ik er die ook bij pakken. Dus kortom, heel veel te wijzen. Voor mijn tuin heb ik een paar spullen. Tuin. Dan kom ik op de tuin, balkon. Op te knappen. Deze doet me nostalgisch aan vroeger denken. Dus die ga ik in mijn bloempot op de balkon zetten. En als de wind komt, draait die lekker mee. En lekker fleurig. Even kijken of ik het kan schrijven in de manier. Dat zou wel handig zijn, hè? Nou, ik zie hem zo snel niet. Even wachten. Nee, ik kan de bon niet vinden. Mocht ik het vinden, zeg ik het alsnog, maar het zal onder de euro zijn geweest. Dus die is voor de tuin aan de andere kant. Dan deze grasplantje. Twee nog wat, bij de drie. Je hebt ze nog ook hele grote. Maar die vind ik zo nep uitzien. Die vind ik ook niet zo mooi. En ik heb een zo'n plantenbak van een poes in de balkon. En daar had ik deze plantje voor. Dus die is ook voor de onderkant van de balkon. Dan zag ik dit. Ik heb er nu nog twee, want in elk pak zitten vier. Ik moet er iets meer hebben. En dat zijn deze wooden terras tiles. En je klikt het gewoon. Zo. Dus ik heb er nu 8 stuks, maar ik moet er een paar meer hebben. En die was 5 nog wat, bij de 6 euro. Dus. En zoals ik zei, heb ik daar 2 van. Andere kant. Even wachten hoor, jongens. Ik ben er zo weer. Maar ik ben een beetje moeilijk aan het doen. Dus dat. Dan hadden ze deze schroom deco spray. En deze is echt voor je deco spullen. Ik gebruikte dat normale van Action.
chroomspray, maar dit is echt voor je deco. Je spulletjes om te sprayen. Die was 2 nog wat, iets onder de 3, 2 nog wat was die, dat weet ik wel uit het hoofd. Dus, knutselwerken. Dan zoals ik jullie zei, de powdery geurkaas. En het ruikt gewoon naar poeder. Yep. Heerlijk. Die. En die was iets bij de 2 nog wat, ook 3 euro. Dan deze van Brow Gel van Max & More. Dit is gewoon de Naturel. Transparant. En deze is de Fixating with Flexible Hold Dark Brown. Die heeft een kleurtje. En die waren voor 1 nog wat, onder de 2 euro. Dan deze haarverf. Kera Color Black. Covered 100% gray hair. Nutritious conditioner with argan olie. Altijd goed. Haarverf uit het potje. En die was iets bij de 2 nog wat of 3 nog wat. Maar onder de 4. Dat was de eerste tas. Dan gaan we weer door met de volgende tas. Ik heb een bonnetje gevonden. De Carpet hoogpolig. Met die kruisjes. Die was voor 34,95. Als ik die heb gezet, dan zien jullie dat ook wel. De terrastegels was 5,99 per stuk. De helmglas in pot was 2,99. De windmolen was 1,49. De geurkaas met de deksel was 2,99. En de haarkleuring was 2,49. De chroom goudeffect was 2,29. De Max & More Tinted Brows, die waren voor 1,19. En dat was de bon. Gaan we verder met de volgende. En hier zie ik 2 bonnen, dus we gaan kijken welke bon het is. Ja, de bamboe tapijt voor 2,88. Zo ziet die eruit. Die ga ik ook voor de andere kant gebruiken. Dat is voor de schoenen, voor bij de schoenen. Tafeltje. Dan deze schattige motorklok van Metal. En die was voor 7,95. Van een lekker stoer. In de make-upkamer heb ik geen klok. Dus die kan daar lekker. Dan deze heerlijke parfum, zoals ik zei. Fresh Sandalwood. Topper. En die was voor 1,98. Kabels had ik nodig. Zo nu en dan, een maand, 2 maanden, 3 maanden. Hoe lang het ook meegaat van XN. Maar het geeft op een gegeven moment. En dat heeft de mijne gedaan. Dus een nieuwe kabel gekocht. En die was voor 1,59. 2,5 meter. Dan als laatste uit deze tas de eyeshadow palette van Max & More. Met een beetje alle kleuren door elkaar. Ja. Zo ziet het eruit. Die. En die was voor 1,99 voor 12 kleuren. En dan gaan we door met de volgende tas. Even kijken. Heb ik een goede tas? Ja, deze. Ik heb gewoon even alle bonnen door elkaar, zie ik. Okay.
die hebben we gehad. Even kijken. De flexibele armleuning. Je hebt in het wit en in het zwart. Ik heb het in het zwart. Kom maar voorop de leuning van je stoel. En dan kan je je glas en je bord zetten zonder dat die wankelt. Dus voor elke leuning één. Voor mijn zoon, voor mij, voor mijn andere zoon, voor mijn kleindochter, twee. En die waren voor 2,72. Dat is er al niet bezig. En dat is iets nieuws. Alles met kaas vind ik lekker. De Trick Tricker Crunchy Cracker Cheese. En die was voor 99 cent. En dan de laatste tas van Action. Dat was het. Jullie zullen me net wat ik zei hiervoor. Heb ik een paletkussen verkocht. Maar die heb ik voor de bankgebruik in de balkon. En dat filmpje van het balkon, die zal ik hierachter zetten. Want dat heb ik ook al gemaakt. Dus dan zullen jullie me even weer anders zien. En dat is dan, in de balkon heb ik de paletkussen gebruikt voor 19,95 van Action. Dan. Ik vond deze kleuren wel heel zacht en mooi. Een beetje van die droogbloemachtige struikjes en de veertjes. Die was voor Photoframe Metal. Voor 4,95. Dan deze juwelenbox, maar je kan het natuurlijk voor alles wat je zelf wilt gebruiken. Zo ziet hij eruit, roze. Een sieradendoos staat er en velvet is het roze onderstukje. Ja. Maar voor wat wij het gaan gebruiken weet ik nog niet, maar ik vond hem mooi. Dus hebben we hem genomen en die was voor 5,95. Dan voor mijn grote paspiegel heb ik deze roze garland gekocht. Voor hem op de bovenkant een beetje te mooi te maken. En die was voor 3,32. Dan hadden ze ook iets nieuws. En dat is deze food file. En ik denk dat het zo uniek is, omdat het de vorm van je hiel heeft. Zie je dat? Dit stukje. En dat is gewoon eigenlijk voor je voeten te veilen. Van de onderkant als het stroef is of als het open is gegaan. En het roze en het bruin. Ik heb ze allebei genomen. En die waren voor 1,39 voetveil. Dan zag ik deze nieuwe eyeshadow stick met de kleuren lichtbruin, donkerblauw en donkerbruin. Deze drie kleuren. En het is een eyeshadow stick. En voor hoeveel was die? Hij was voor 1,99 maar. Dan hadden ze van de Disney weer iets nieuws. Sheet Mask. Van Jasmin. Van Sneeuwwitje. Van... Wat is dat nou? Nou, dit is Doornroosje. Ariel. Heb ik weer een paar nieuwe gevonden. En die waren voor 79 cent per stuk.
Ik heb heel veel andere ook nog laatst verkocht. Ik denk dat ik er een paar in de winactie ga zetten, want ik heb er een beetje te veel. Ja, ik geef het toe, een beetje te veel. Maar ja, mijn zoon gebruikt het ook, mijn zusters ook. Komt altijd van te pas. Vandaar dat gezegd hebben, zijn we aan het einde van Action gekomen. En dan gaan we verder met Zeeman. Zeeman. Had ik bij haast gevonden. Eentje heb ik aan. De zwarte kleur heb ik ook in het beige kleur. Ze waren heel goedkoop. 4,99. Dus die kan. Deze gele vond ik heel mooi. En voor een zeeman vond ik dat top. En het ziet er zo uit. Het heeft van die bovenstukjes en onderkant. En die was maar voor 7,99. Dan deze paarskleurige. En die was ook 7,99. Maar hij zit niet goed aan de voorkant. Het is wel een heel mooi model. En ik vind het aan de ene kant jammer voor de prijs. Maar aan de andere kant vind ik het ook mooi. Dus we houden het. Deze zit ideaal. Gewoon met kant bewerkt. En lekker. Unpadded, geen vulling, niks, noppes, nada. Gewoon van stof gemaakt. En die was voor 4,99 ook. En het kastje van Zeeman voor 1 euro, dacht ik, even kijken. Ja, 1,10 euro. 10 zijn duurder. En de madeliefjes voor hem. Die. Nou, even kijken hoor, was dat Zeeman? Ja, dat was Zeeman. Gaan we verder naar het kruidvat. Trekpleister. Kruidvat bedoel ik, heb ik maar kortingspulletjes en leuke spulletjes gevonden. Deze het was voor 6,99, nu voor de helft, dus ik heb er 3,30 voor betaald. 3,50 voor betaald. En ik heb hier, zoals jullie wel misschien nog weten, de rode van. En nu heb ik ook dus de groene van Out in the Wild. En dat zijn deze kleuren. Dus die. Dan hadden ze ook afgeprijsd voor 4,99, 5 euro naar 2,50. De Skin en Respect Earth, omdat ze van vegan zijn, denk ik. En deze was, zo jongen, die stickers allemaal. Is een primer, een hydro primer. En
Wat doet hij eigenlijk? 24 hydraterend. En originele producten zitten erin, dus plantaardig basis, ga ik ervan uit. Want het is ook nog eens vegan. Hé, Rani? Vind je dat ook? Dat vind ik nou ook. Toch? Ik heb hem niet helemaal eruit gekregen, maar... Dat moet er maar mee. Dus de primer. Dan heb ik ook deze van 3,89. Dus 3,90 naar 1,89. En wat is het eigenlijk? Het is de Cloud Touch Mousse Primer. Dus een primer van Mousse. Dit is deze. Dan heb ik ook twee oorbelletjes. De Yin Yang. En de vlinder. De vlinder was voor 5,99. En de Yin Yang voor 4,99. Ik ga ze even omdoen. Met zo bij jullie terug. Nou, dat was Zeeman. Dan gaan we verder met Hema. Zeeman Hema. Deze So Happy Together nail polish. En het was afgeprijsd voor 3 euro. We gaan hem even openmaken. En dan zit er deze twee nagellakjes. Eerst de zwarte en dan de gekleurde glitter erop. Ja, toch? Ja, topcoat is de glitter en de zwarte is de nagellak. Dus voor maar 3 euro. Dan deze Stick Color Corrector en dat is voor de donkere oogstukken. En de stick was voor 1,80. Nee, de color corrector was voor 3,60. Ja. Dan heb ik in de Mood to Chill Face Sheet Mask. En dan heb je dat in de summer. Mask for lovely days. Mask for sunny days. Mask for happy days. En mask for chill days. En in de mood days. Masks. Dus weer maskers. Mood in the summer. Lovely day. Sunny day. Happy day. Chill day. En die was voor 6 euro. De maskers. En dan gaan we verder met trekpleister. En dan de trekpleister. Heb ik voor 1 euro. Drie deels. Glimmer.
de wijn en Oriental. En ze waren maar voor 1 euro. Ik moet even kijken, testen. De wijn is tot nu toe het lekkerst. Glamour ook. Die twee zijn het best. Daarna komt die. Kijk waar ze liggen, maar. Oh, nou, was nog steeds aan het opnemen. Sorry, het zal een hele lege stuk zijn van hier en daar wat ik allemaal aan het doen ben. Maar goed, dan deze make-up hairband van Catrice. En die was voor 4... Trouwens, de korting van de Fadeo is 8 euro geweest, hè? Want ze hadden het nu voor 1 euro. Dus jongens, als jullie nodig hebben, rennen. Even kijken. Ik weet niet hoeveel de haarband is. Staat er niet bij. Oh jawel. $3,99. Dan. En deze twee kwasten. En dit is de vegan kwasten. Voor applying en blending liquid foundations. Deze. Deze moet eyeshadow zijn. Concealer, liquid concealer en liquid foundation op te zetten. En die waren voor $3,69 per stuk. Dan deze nagellakjes van de Eastern. Ze waren 3 euro en nu waarvoor 1,50. Deze is in het Bordeaux. Nou. Wie heeft dat eigenlijk ook? Zo'n tik. Dat de prijzen gewoon eraf moeten. Kan ik jullie ook misschien de tekeningetje eronder zien van het laten zien van het haasje. Even kijken of we hem eraf krijgen. Nou. Met moeite, een stukje. Zo kan je ook de kleur een beetje zien. Vorige week waren ze nog gewoon voor 3 en nu voor 1,50. Maar
kleur is beperkt. De kleuren die ik heb genomen, lagen er nog. Zo. Nou. Een beetje eruit gekregen, zo ziet hij eruit. Dus het donkerrode heb ik er nog eentje van genomen, want ja, de meeste mensen willen toch wel rood. Dus nou, dan hebben we dus eigenlijk deze drie kleuren, vier kleuren. Nou, drie, omdat die rode hetzelfde zijn. Een beetje rozig en een beetje paarsig bruin. 1,50 per stuk. Ze waren voor 3. Dan deze geurkaars voor 2,99 van Bougie Parfumerie Vanilla Space. Ik vond de verpakking heel leuk. Je kan altijd die dekseltjes met die doosjes bewaren ook. En die was voor 2,99. En dan als laatste van Ethos een geurkaars voor 4,59. Deze wou ik jullie ook bespreken. De Mrs. Perfect Imperfectly Perfect. En het is met zo'n schoenenhak, dus het is net als die parfum van Ferrera Hereri of zoiets. Als ik het verkeerd zeg, hallo. Maar deze was voor 4,99. We gaan het openmaken. En kijken of het nou een gewone parfumflesje is of dat het echt ook een schoenmodel is. Wat ik betwijfel. Nee, gewoon een parfumflesje. Iets jammer. Wel een lekker geur. Daar niet van. Dus, dat was het trekpleister. Dan gaan we even hierna nog iets erop zetten. En dan zijn we ook met deze vlog klaar, maar het zal niet vandaag en zondag de 24ste lukken, maar dat komt eraan. Ja jongens, het is inmiddels weer een dag later, maar ik moet het nog afsluiten, vandaar dat ik hem afsluit, want het heeft wel een tijdje geduurd. En ik heb nogal weer een andere vlog klaar liggen en de winactie, dus nog zoveel dingen te doen. Dus ik ga het afsluiten met Noppes. En bij Noppes heb ik een paar leuke dingen gevonden. Zoals deze Chinese waaier. Met deze teken. En hij werkt, maar ik heb een forcier. En eentje is deze teken. Ik ben into de series, Chinese series of Japanse of Vietnamese, ik weet niet wat. Maar ik vind ze echt heel top. Ik heb op Netflix, mocht je interesse hebben, Bulgazar gekeken. En Black, top serie. Bulgazar is een serie van 16, 1 uur lang per uur. En Black is 18 series. En je blijft er naar kijken. Het loopt op een einde en dat is top. Nou, voor de rest heb ik van heel vroeger echt borduur erin. De kleedjes. Hier heb ik een ronde ervan en hier een. Twee ovalen. En deze grappige Heineken.
opener. Even kijken. Waar is de ketting die ik ook had gevonden? Ja, deze. Ik weet de steen niet meer, maar het is een echte steen. Het glitter erin. Die gescoord. En wat heb ik nog meer gescoord? Van alles door elkaar doen. Deze bloemetjes tasje. En wat heb ik allemaal erin nog liggen? Dus deze bloemetjes tasje gewoon bij de hand te houden. Als je uitgaat. En je hond. Die. Deze twee oorbelletjes in het blauw en in het zwart. Die is voor mij. En deze handige grillpannensetje. Je kan hem ook gewoon in de oven zetten. Hij schat. Dus die ook gescoord. En even kijken wat dat is. Nou, dat was het, ja. Heb ik nog iets anders? Oh ja. Deze kussentje voor bij mijn tijger stoeltje om erop te zitten. Lekker zacht. Nou, dat gezegd hebben, ga ik deze afsluiten. En dan ga ik deze vandaag nog vrijdag de 6e online zetten. Want ik heb er nog eentje liggen. Die ook online moet. Dus, hoop dat jullie ervan genoten hebben. En sorry dat het zo lang duurde. Maar ja, alles kwam ertussen. Ramadan was er ook nog. Ik heb 30 dagen Ramadan gedaan. Zoals ik zei. En een beetje rust voor mezelf genomen. En niet zo kopen. Maar dat heb ik wel gedaan. Ligt allemaal nog. Komt nog een vlog van. Dat gezegd hebben. Was het even vergeten hoe het moest. Nou, take care.